Exotische sporten die in de gemeente worden beoefend, die hopelijk, laat ik zeggen, gemeengoed gaan worden. Vorige week was ik nog aanwezig bij de opening van een padelbaan, een mix van tennis en squash dat we in onze gemeente tegenwoordig kunnen bieden. Dus u kunt het zo gek niet bedenken of u kunt uw sport in Almelo beoefenen. Welkom dus in die mooie stad waar u het afgelopen jaar bent gaan wonen. Wie is hier om de liefde naartoe gekomen? Ik weet dat het er één is. Nou, zijn er nog veel meer. Hartstikke mooi. Dan heeft u uw hart gevolgd naar Almelo, maar ook nog eens een keer uw hart misschien wel verpand aan een hele mooie stad. Ik hoop dat u dat die liefde bloeit. Esther, ja. En u bent nieuw in Almelo. Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk terug van weg geweest. Ik ben 15 jaar geleden hier verhuisd naar Deventer en nu weer terug. En zijn daar verschillen en overeenkomsten met Deventer? De verschillen zijn dat Deventer een Hanzestad is, een hele oude stad, en Almelo een wat nieuwere stad. De overeenkomst vind ik dat eigenlijk de dorpsheid, die de burgemeester net ook al zei, dat herken je ook wel terug bij Deventer, maar ook herken ik ook bij Almelo. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja. Hoi, u gaat zo een rondleiding doen en dan ziet u dus wat er in die tijd in Almelo veranderd is. Ja, heel veel heb ik al gezien sinds ik hier weer woon. Ja, een heel nieuw stadhuis en een binnenstad die in ontwikkeling is. En dus er is wel veel veranderd volgens mij. Succes met de rondleiding. Ja, dank u wel.